Naast een vreemde man in een toilet staan is altijd een iets wat moeilijke bezigheid. Je staat op een handgreep van elkaar tenslotte iets heel intiems te doen, waarbij je tegelijk toch je waardigheid niet mag verliezen. In het toilet van de Schouwburg stond ik, een heel chic toilet, waarschijnlijk het bekroonde ontwerp van een progressief binnenhuisarchitect. Je had het gevoel dat je iets hoog cultureels stond te doen. In de afdeling naast de mijne stond een bejaarde heer van de betere stand en wat hij deed was duidelijk ver beneden zijn eigenlijk niveau. Hij had zilverwit haar en droeg een donkerblauw avondpak. Aan de schepping had hij niet persoonlijk deelgenomen, anders had hij ongetwijfeld de menselijke mechaniek geheel anders ontworpen. Er kwam nog een jonge man het toilet binnen, een bleke, bedeesde jongen die aanvankelijk keek of die bij vergissing het verkeerde lokaal was binnengekomen, doch toen koos hij een standplaats helemaal aan de andere kant, zo ver mogelijk van ons weg. De deur werd opnieuw met een forse slag geopend en dit keer kwam een erg overtuigende man naar binnen die opgewekt de ruimte overschouwde, tevreden vaststelde dat er nog ruime keuze overbleef en toen riep hij naar ons met schallende stem: "Ha, de ouwe zeikers!" Hij legde er iets vertrouwelijks in, iets van een kameraadschappelijke gebondenheid ook, lotgenoten die elkaar tussen de blauwe tegeltjes eindelijk weer eens aangetroffen hadden. Het kwam echter niet zo goed over. De betere heer naast mij keek of hem zo dadelijk een interview over luchtbezoedeling zou worden afgenomen. Hij slaagde erin onbewogen overeind te blijven en zich tegelijk toch te distantiëren van hetgeen daar even zo heiligschennend werd gezegd. De man die het laatst was binnengekomen stoorde zich niet aan het geringe succes dat hij boekte. Hij kwam naast ons in het gelid staan en zei berustend: "Ik zou wel weer iets verkeerds gezegd hebben. We staan in de Schouwburg en daar kan het natuurlijk niet. Nu moet het ineens allemaal cultureel. We mogen niet eens meer zeggen wat we eigenlijk staan te doen. Het is hier de entourage niet voor. He, zo is toch het juiste woord, niet entourage? Buiten in een café kan dat, maar niet in de Schouwburg. Haha." De bedeesde jongen poogde zo geluidloos mogelijk weer naar buiten te schuiven. Hij bloosde heel erg. Een jongen die stellig niet Kramer met de familienaam heette. De betere man stapte naar de waterkraan, schoof de manchetten naar binnen en begon toen uitvoerig zijn handen te wassen. Toen hij daarmee klaar was, hield hij ze onder de warme luchtblazer en speelde met zijn beide handen in de lucht alsof hij een goochelnummer wilde opvoeren. "Ja, ja," zei de man wiens familiariteit niet in goede aarde was gevallen. "Ik heb er al spijt van. Straks op het toneel mag het natuurlijk wel. De acteurs, die mogen best alles zeggen. Laatst zat ik in een stuk en wat daarin gezegd werd, nou, dat durf ik hier niet over doen, want dan praat u helemaal niet meer tegen mij. Dan zegt u helemaal niks meer. Nou, veel verschil maakt het niet uit, want nou zeggen jullie ook niks, dus het komt eigenlijk op hetzelfde neer. Wie zegt tegenwoordig nog goedenavond tegen elkaar?" De man in het blauwe pak had nu de handen droog. Hij schikte zijn das, keek nog eenmaal naar de prater en toen viel de deur achter hem dicht met een mechanische zucht. In het theater zat ik op de 11e rij, nummer 20, naast een strenge, blonde vrouw met de handtas afwachtend op de knieën. Haar man was er nog niet en zij keek voortdurend zenuwachtig naar de zijdeur langs waar die moest binnenkomen. Toen het licht al uit was, kwam die. Het was de ouwe zeiker. Nadat hij naast haar was neergeploft, vroeg zij op de luide fluistertoon die in theaters gebruikelijk is: "Waar ben jij zo lang gebleven?" "Ik heb een paar vrienden ontmoet," zei hij. "Toevallig, we stonden samen in het toilet."